Tom doet als lijsttrekker van CVO, Christelijk Verbond Oldebroek, mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en vandaag is er gestemd. Hoe laat is de uitslag ongeveer dan? 9 uur aan de stembus. Samen met zijn vriendin Lieneke is hij onderweg naar zijn eigen uitslagenavond. Oh. Dag! Hey! Rijden. Hoe is het? Goed, jongen. Hij staat er al groot op, jongens. Hey! Ja. Eraan? Ja, zeker. Goed zo. We zijn op jacht naar zetels. Proost op Driese zetels. We gaan ervoor. We gaan ervoor. Hartstikke mooi. Nou, goede avond allemaal. Het is natuurlijk spannend of het ons gaat lukken om de kiesdelen te halen, of we in die raad gaan komen. En ik zal er zometeen nog meer over willen zeggen, maar ik zou het ook goed vinden om aan het begin van deze avond nog jullie voor te gaan in gebed, ook als christelijke partij. Weten wat ons samen bindt en laten we vooral ook om een zegen vragen deze avond. Almachtige God, Vader in de hemel, u kent ons en u ziet ons hoe we vanavond hier bij elkaar gekomen zijn, heren. In afwachting van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Heer, we weten nog niet wat die uitslag gaat brengen. Wie er gaat winnen, wie er gaat verliezen. Maar Heer, of we nou veel of weinig of geen zetels halen, bovenal mogen belijden dat u God bent en dat u regeert. Zo leggen we alles in uw handen en belijden we dat het van ons niet is. Op Jezus wil alleen. Amen. En ik zou zeggen, iedereen onwijs bedankt voor de steun en we gaan er een mooie avond van maken. Dank jullie wel. Yes. Nou, daar krijg je wel een heel trots gevoel van. Ja, dit is echt een, ik vind het ook echt een partijleider. Dus als ik hem zo zie staan, dan denk ik echt, ja, dus hier ben je gewoon voor gemaakt. Heel hartelijk welkom allemaal. Ik heb al een hele hoop lijsttrekkers gezien. En we zijn natuurlijk allemaal ontzettend zenuwachtig. Het CDA. 49 op CVO. Maar dan? 38 op het CDA. Weer groot op, in Oldebroek groot op het CDA. CVO. 45. Via een livestream vanuit het gemeentehuis wordt per stemlokaal de uitslag bekendgemaakt. Op de ChristenUnie. In sommige stemlokalen valt de uitslag tegen, maar er is ook vaak heel goed nieuws. En uiteindelijk blijkt de partij van Tom vanuit het niets op maar liefst 3 zetels te komen. Tom is er helemaal klaar voor om zijn eigen geluid te laten horen in de lokale politiek. En wie weet wat de toekomst brengt.